Nu de transfermarkt in Nederland is gesloten, weet Marcel Keizer met welk team hij dit seizoen op jacht kan naar de landstitel. In de afgelopen periode kwamen verschillende spelers Ajax versterken. De meest recente aanwinst was Siem de Jong. Keizer sprak de middenvelder voorafgaand aan zijn komst en is blij dat de Jong uiteindelijk voor Ajax koos. Siem is natuurlijk een ervaren speler in een vrij jonge groep. Hij weet hoe Ajax speelt. Hij weet hoe het hier werkt, dus dat zal natuurlijk veel sneller gaan dan dat je een buitenlandse jongen haalt. Dus daar ben ik sowieso blij dat hij de aansluit. Hij weet ook dat hij de concurrentie aan moet gaan met de 5 mannen die er al op het middenveld lopen. Hij heeft bij Ajax op het middenveld gespeeld, ook vaak in de spits. Hoe zie jij hem? Ja, hij is middenvelder voor mij. Ja. Dat wilde hij denk ik zelf ook graag, of niet? Ja, nee, kijk, hij is middenvelder. Dus aanvallende middenvelder, bijsluiten bij de spitsen. En in nood kan hij in de spits, maar we hebben spitsen, dus we zochten gewoon nog een zesde middenvelder erbij. En dan ben je één van de zes en dan moet je de concurrentie aangaan. Ja, wat heeft hij van jouw middenvelders, wat hij aanvult in je selectie, wat anderen misschien niet hebben? Scorend vermogen, diepgang. Dus dat zijn eigenlijk de... We hebben heel veel jongens die heel goed kunnen voetballen, maar er moeten ook ballen binnengeschoten worden. Nou, je ziet Donny nu ook weer een goal maken, heeft er 2 Europees gemaakt. Dus die kan het ook. Dus, maar ja, goed, concurrentie is niet verkeerd en er kan ook eens een keer een blessure of een schorsing zijn. Dus we moeten gewoon genoeg spelers hebben. Naast de Jong keerde ook Klaas-Jan Huntelaar terug op het oude nest. De spits heeft zijn waarde inmiddels alweer bewezen met onder meer een treffer tegen FC Groningen. Je weet natuurlijk dat het een speler is uit de buitenlandse competitie. En dat zie je ook terug. Het is gewoon een topfitte speler. En gewoon vanaf het begin af aan meteen zijn punt willen zetten van oké, ik ben hier en allemaal leuk en aardig, tweede spits en Kasper is eerste spits. Maar ik wil gewoon hard trainen en laten zien wat ik kan. En dat is een heerlijke kwaliteit en dat is waar ook die jongens veel van kunnen leren. Dat je moet gewoon mentaal ook heel sterk zijn. Hard trainen is iets wat je elke dag moet doen. En dat is voor de jonge jongens niet vanzelfsprekend en daar kunnen ze heel veel van leren. Ook voor de achterhoede haalde Ajax 2 prominente versterkingen. Luis Manuel Orejuela en Maximilian Weber. De Oostenrijker maakte afgelopen weekend tegen VVV al zijn eerste minuten en liet tot dusver sowieso een positieve indruk achter. Rustige jongen, slimme jongen. Kan zich goed verwoorden in spelsituaties. Hebben we even over hoe we spelen bij Ajax gaat. Stelt de juiste vragen. Dus 19 jaar pas, nu terug naar Oostenrijk voor een interland. Dus dan gaan we na de interlandperiode weer mooi mee verder. Ja, hij omschreef zichzelf ook als een leider wel, in ieder geval wat hij bij zijn vorige club was. Zie je dat in hem? Nou, dat is veel te kort. Hij komt net in de groep aan en hij moet zich even aanpassen. En hij heeft 2 keer meegetraind. Dus dat is veel te kort om daarover te hebben. Tegelijk met Weber zette ook Orejuela vorige week zijn eerste echte stappen als Ajax-ziet. De Colombiaan zal zo snel mogelijk aan zijn nieuwe omgeving moeten wennen. Moeilijker om te beoordelen nog als mens, want de taal is daar natuurlijk nog even een probleem. Spreekt geen Engels. Zal hij snel moeten leren. Samen met André Onana, even als vertaler, meegesproken. Over zijn positie als rechtervleugelverdediger. En die moet ook heel snel zich aan gaan passen aan ons. En veel trainingen meemaken nu de komende tijd, want hij blijft wel hier. Dus dat is een voordeel voor hem. We hebben het een tijdje geleden gehad over aantallen. Hè? De selectie moest breder worden. Er zijn dus nieuwe spelers bijgekomen. Ben je nu tevreden over hoe je selectie eruit ziet? Nou, in aantallen kunnen we nu tevreden zijn. We hebben 8 of 9 verdedigers, 6 middenvelders en 7 aanvallers. 3 keepers. Dus in aantallen zijn we tevreden en nu moeten we aan de slag. Aantallen, het gaat natuurlijk om kwaliteit. Zie je dat ook vol vertrouwen voor je om te gaan vechten voor de landstitel? Nou, in kwaliteit hebben we heel veel jonge spelers in kwaliteit. En het was mooi geweest als we echt nog misschien een topper of zo erbij hadden gehad. Nou, op het laatst is dat niet meer mogelijk. Oké, dan ga je gewoon met deze groep aan de slag. En deze groep zit genoeg kwaliteiten om verder te kunnen.